Hoi, ik ben Rozemarie Koster. Ik ben ontwerper en vlogger. Allerliefst zijn ik vintage markten af op zoek naar schatten. Alles wat ik hier vind ga ik thuis nog even updaten. En omdat dit zo leuk en makkelijk is, ga ik jullie laten zien hoe je dat zelf kan doen. We gaan vandaag zelf een buideltasje maken. Ik ben er zelf dol op, omdat het en heel praktisch is, maar ook heel veel toe kan voegen aan het silhouet van je outfit. Ik heb nu een kimono aan, er zit heel weinig vorm in. Maar door zo'n tasje er overheen te klikken, krijg je dus een taille en wordt dat dus een veel eleganter silhouet. Dus we gaan er vandaag één helemaal zelf maken. En dan begin ik met een vintage rugzak die ik heb gekocht. Ik ga dus deze in tweeën knippen. Het bovenste gedeelte waar de rit zit ga ik gebruiken, omdat daar de sluiting zit en ik heb natuurlijk een sluiting nodig. Ik begin met het verwijderen van deze badge. Ik ga hem los tornen en dat doe ik dus met dit toornmesje. In dit boogje zit een mesje en daarmee snij je dat draadje door. En als je dat dus de hele weg doet, dan valt de badge er vanaf. Vanaf de rit spelden erin zetten. En dan trek ik dat door en dat doe ik aan de achterkant ook. En dan begin ik hier aan de achterkant met knippen. Oeh, spannend is dit. Echt een bevalling, maar goed. Dan heb je dus dit stuk. Dus wat je daarna doet is een binnenste buiten keren. Zodat je hem aan elkaar kan spelden. Ik ga nu eerst deze straps eraf halen. Deze is ook los. Ze is nu binnenste buiten gekeerd, maar ik kan alvast even gaan kijken op welke plek ik die straps wil vastzetten. Zodat hij niet te veel naar voren kantelt. Dus ik denk dat dit een goede is. Als je door je oogharen kijkt, zie je al een klein beetje hoe het zou worden. Het volgende wat ik nu ga stikken is de straps op de nieuwe plek. Dit is een lekker machientje. Dus de twee straps zitten er nu aan. Die zitten ertussen gestikt. Ik ga nu de hele onderkant dicht stikken. Oké, dan keer ik hem weer binnenstebuiten. Nou ga je eigenlijk echt voor het eerst zien hoe die gaat worden. Ja, perfect. De straps zitten er aan. Dit clipsysteempje zet je dus aan één kant vast, dus die hoeft niet verschuifbaar te zijn. En aan één kant wil ik dat je hem kan verstellen, zodat je kan kiezen of je hem om je taille, om je heup of crossbody wil dragen. Gaat aan de onderkant erin, maar hier komen jullie zelf ook uit. Hij is af. Vind je ervan mooi? Oh, lekker, ik was hier ook echt gespannen over. Of van gaat het wel lukken? Is wel mooi, maar dit is het helemaal, hè? Hij is nog toffer dan ik dacht, maar het moest van ver komen. Ik wil echt even te zweten. Maar dit is toch bij alles geweldig, dit essent. Ik zou zeggen, do it yourself.